Het Tiny Restaurant is neergestreken in Boekel. Zult u zeggen van, wat doet nou iets uit Laarbeek in het Boekelse? Christa Werker, daar kun jij alles over vertellen. Ja, wij zijn in Boekel terechtgekomen door de kunstenaar Zeus Hoenderop. Omdat hij een vlag heeft ontworpen in verband met verbondenheid in de coronacrisis. En wat Zeus doet, is hier zo in gesprek gaan met de mensen uit Boekel. En ja. Is het tiny restaurant daarvoor geschikt dan? We hebben hem omgebouwd. Hij is nu tijdelijk veilige ontmoetingsruimte. En we hebben hem in Laarbeek bij de Bleek gezet en bij de Hoge Hees. En daar hebben mensen met een beperking weer hun vrienden en familie kunnen zien. Dus eigenlijk is dit een multifunctioneel locatie geworden? Ja. Ja, wat wij doen is natuurlijk die verbindingen die normaal niet tot stand komen. Ja, dat is wat Stichting MIEP doet. Dus al die crossovers realiseren tussen verschillende mensen. En dat is heel goed gelukt, zeker in Laarbeek. En het is ook de bedoeling dat het meer bekendheid krijgt natuurlijk. Ja, absoluut. Want wij kunnen alleen maar zulke soort dingen realiseren door de steun van MKB-ondernemers, maar fondsen. Want zonder de fondsen waren wij en MKB waren wij nergens geweest. Als je nagaat dat MKB Laarbeek heeft echt zijn schouders eronder gezet. Het Rotary Fonds uit Gemert Laarbeek heeft ons geholpen. En niet te vergeten de boeren, want Toon Bouw en Marcel Bergfans, ja, die hebben waanzinnige bijdragen geleverd om het tiny restaurant overal op zijn plek te zetten. Dan de fondsen, Dela Fonds, Oranje Fonds, Sluiterman van Loo Fonds. En ja, ik hoop dat ik niemand vergeet, maar ja, echt gewoon geweldig. Maar je hebt dit eigenlijk toen de tijd, in 2019, deze formule bedacht om toch eigenlijk de boer en de kinderen dichter bij elkaar te krijgen. Ja, wat doen we nog, hè? Want het project start weer in het nieuwe schooljaar. En het is niet alleen door mij bedacht, maar door een hele hoop studenten van verschillende opleidingen en niveaus. Dus het is gedachtegoed van jonge mensen hoe wij samen moeten komen. En hij gaat gewoon weer naar de scholen toe. Dus we zetten hem gewoon weer bij het schoolplein. En daar verbinden we ook weer de boeren. Maar hier, met dit project, laten we ook zien dat de boer voor de burger er is. Want zonder boeren kunnen wij hem nergens heen brengen. Hij wordt met een tractor getrokken. Juist. Het coronacrisis. Ja. Wat heeft dat voor impact op Christa Werker? Ja, op ons. Ik zit in de risicogroep, hè. Ook qua gezondheid. Maar wij komen er wel doorheen. Positief denken. En kijken wat je voor anderen kan betekenen. Dan komen we een heel eind. Is dit nou de bedoeling dat we dit vaker gaan zien? Want deze staat er een dag of vier hier in Boekel. Gaan we nog meer van dit soort exposities of anderen in de toekomst zien in Gemmerbakel, Laarbeek en omgeving? Ja, ik hoop het wel. Ik nodig eigenlijk iedereen uit die een goed idee heeft om met ons iets moois te realiseren. Het is een veilige ontmoetingsplek. Er zit nu acrylgas tussen. En men kan met elkaar op een veilige manier ontmoeten. Maar wij willen heel graag wat betekenen voor ondernemers, mensen die het nu heel moeilijk hebben. Kom maar op. Dus die anderhalve meter samenleving geldt in principe niet voor het tiny restaurant, want jullie kunnen met alle maatregelen handelen. Ja, wij kunnen lichaamstalen lezen, hè, wat zo belangrijk is in deze tijd. Wij kunnen meebewegen met de maatschappij. Op het Agathaplein in Boekel staat de tiny restaurant van Christa Werker. Maar dat staat er niet voor niks, want door het coronavirus leven we in een anderhalve meter samenleving. Zeus Hoenderop, wat is eigenlijk de bedoeling van deze expositie? Deze expositie is eigenlijk voortgekomen uit de Vlag van Verbondenheid. De Vlag van Verbondenheid heb ik op 27 maart aangeboden aan burgemeester Pierre Bos van Boekel. En die heeft me uitgenodigd en ik heb het bij hem in het raadhuis mogen aanbieden. We hebben samen die vlag opgehangen. En ik werd hier zo goed ontvangen. En Boekel is zeg maar een van de gemeentes die heel hard zijn geraakt door het coronavirus. Een paar weken geleden kreeg ik een uitnodiging van Christa van het Tiny Restaurant. Of ik rondom de Vlag van Verbondenheid een tentoonstelling wilde doen.
En wat ik als beeldend kunstenaar doe, is vooral sociaal-maatschappelijke projecten. Vandaar ook de vlag, want het coronavirus raakt ons allemaal. Niet alleen maar de mensen die ziek zijn, of weet je wel. Het raakt ons allemaal. Of het nou zeg maar de kinderen zijn die niet naar school kunnen, de opa's en oma's die we niet kunnen zien. Of dat ze ontslagen worden of geen inkomen meer hebben binnen ons bedrijf. Het raakt ons allemaal. En vanuit dat gegeven was mijn idee om hier zeg maar de mensen ook uit te nodigen om met elkaar in gesprek te gaan van hoe heeft het coronavirus jou geraakt? En wat neem je mee de toekomst in? En hoe kunnen we elkaar helpen? Ja, want en dat gebeurt dat hier zien? Allemaal ja. In deze, dit tiny restaurant. Dan maar. Moet je eens eventjes vertellen, want zit er dan wel een schot tussen? Want we moeten die anderhalve meter afstand creëren. Ja, die anderhalve meter, zeg maar, symbolisch zijn dat deze mensen, deze poppen. Die, nou, je ziet het, de man wil naar die vrouw, maar die vrouw zeg maar, die gaat een stukje naar achteren. Weet je wel, de mensen kunnen zeg maar hier doorheen naar binnen. En als ze eenmaal binnen zijn, dan staat er in het midden van dit tiny house een acrylaatplaats. Dus van boven tot beneden en microfoons. Dus mensen kunnen met elkaar in een veilige ontmoetingsplek met elkaar communiceren. Dus het is ook een uitnodiging aan iedereen, niet alleen de opa's en oma's, maar iedereen die geraakt is door het coronavirus, om elkaar hier te ontmoeten binnen een intieme setting. En je kan zelfs elkaar een kus geven op de acrylaatplaats. Het is gewoon een fijne, veilige plek. Hoe zie je dan de toekomst eigenlijk? Want dat is belangrijk. Hoe ziet u zelf de toekomst? Dat is een goede vraag. Hoe ik zelf de toekomst zie is... Kijk, er zijn natuurlijk heel veel goede dingen komen hieruit voort. Als we kijken naar het milieu, weet je wel. We hebben gewoon minder de auto gepakt. De fabrieken zijn stil komen te staan. En het heeft voor 40-50% gezorgd dat we een betere lucht hebben. Dus dat onze omgeving ook beter wordt. Dus de toekomst ziet er voor mij zo uit dat we gewoon met respect om blijven gaan met onze aarde, met ons milieu. En dat we met respect omgaan, dat we elkaars ruimte ook gunnen. En ik denk dat dit zeg maar een soort van hele harde leerles is en een pijnlijke tik op ons neus als mens. Om gewoon met elkaar respectvol te zijn naar elkaar, naar de aarde. En daar weer een nieuwe vorm in te vinden. Dat we uiteindelijk gewoon weer met elkaar kunnen zijn, maar wel met het bewustzijn dat we gewoon anders moeten omgaan met hoe we tot heden zeg maar met materie omgingen. Maar wel met elkaar wat meer knuffelruimte geven, hè? Ja, natuurlijk willen we daar weer naartoe gaan, dat we elkaar kunnen gaan knuffelen. Maar we zitten zeg maar in een soort van transit. Weet je, als mensen, we gaan naar een nieuwe samenleving. En er hoort bewustzijn bij. Dus als we elkaar straks weer kunnen knuffelen, Dan weten we ook hoe het werkelijk voelt, een knuffel. Dus zondagavond weten we of dat Boekel knuffelbaar is? Dat zou ik heel erg leuk vinden, ja. En ik heb ook van dit plastic meegenomen. Dus als mensen elkaar willen knuffelen, dan kan ik ze inpakken in plastic. En dan kunnen ze elkaar zo knuffelen en daarna weer losmaken. En dan... Dus dat zou kunnen, eventueel. U kent het motto van Boekel, hè? Gasvrij en actief. Ja, maar dat zijn ze ook. Want ik ben... Tijdens de coronacrisis ben ik op allerlei plekken geweest. Ik heb een tiental ziekenhuizen heb ik die vlag aangeboden bij verschillende gemeentes. Maar hoe ik hier ben ontvangen is heel, heel bijzonder. Dus toen ik de uitnodiging kreeg van Christa om iets te doen met het tiny restaurant, toen was gelijk het eerste wat ik zei, dan wil ik graag naar Boekel. Want daar voel ik echt de warmte en de verbondenheid met de mensen.